Vandaag ga ik een kijkje nemen in de Tobias school en Owen gaat mij alles laten zien. Owen, jij zit hier op school. Wat maakt deze school zo leuk? Deze school is een basiskaderschool. Je leert hier heel goed. We hebben hier ook hele kleine huiswerkklassen en de docenten helpen je daarmee ook heel erg goed. Oké, laten we gaan kijken. Oké, let's go. Jongens, welkom in de les. De leukste les van de week. We gaan weer lekker aan houtbewerking. Waarom heb je deze school eigenlijk gekozen? Omdat ik het heel erg leuk vind om met mijn handen te werken. En hier op deze school kan je dat heel goed doen. Je kan hier ook gewoon goed leren en ze helpen je daar ook heel goed bij. En ik vind deze praktijkvakken ook gewoon echt super leuk. Welke vakken worden hier allemaal gegeven? Nou, gewoon de normale vakken zoals wiskunde en de Nederlands biologie. En daartussenin dus dit een praktijkvak zoals hout, textiel, koken, muziek en BEVO. Wat is BEVO? BEVO is eigenlijk tekenen. En dan leer je gewoon alles gewoon te tekenen wat het is. Kun je iets vertellen over het periodeonderwijs? Het periodeonderwijs is echt wat van de vrije school. Dat duurt altijd 3 weken. En daar leer je dan over 1 ding. En daarmee ga je ook allemaal dingen mee doen, zoals proefjes mee doen of heel veel verschillende dingen. Dus je leert eigenlijk in 3 weken 1 ding over een onderwerp? Precies. Nou, dit is het zorglokaal en hier leren we alles over zorg, welzijn en gezondheid. Hier leren we dus verzorging en over het menselijk lichaam, hoe je iemand op een bed moet omdraaien. En waarom moet je leren hoe je iemand moet omdraaien? Nou, dat is vooral handig voor als je het later wilt gaan in de zorg gaan willen werken of gewoon voor als er iets met je is of zo. Wat doe jij eigenlijk in de pauzes? Nou, ik doe heel vaak pauzegym en heel veel buitenspelen. Vooral met het mooie weer, dan doe je dat heel veel. En we gaan ook heel vaak gewoon lekker kletsen hier buiten of binnen. En dan gaan we ook heel vaak aan de voetbaltafel. En daarna is alweer de pauze voorbij. Nou, welkom. Dit is het muzieklokaal. Oeh, spannend. Wat voor instrumenten hebben jullie hier dan allemaal? Nou, zoals je ziet hebben we hier gitaren, een piano, nog gitaar en natuurlijk het drumstel. Welkom jongens in het muzieklokaal. Als je bij ons op school komt, dan mag je hier zitten en dan leer ik je een ritme. Bijvoorbeeld deze. Hoe zijn de docenten? Ja, ze zijn echt heel erg aardig en heel erg leuk. Ze helpen je met vakken die je moeilijk vindt en je kan altijd bij ze terecht voor vragen. Nou, wat vond je eigenlijk het leukste van vandaag? Ik vond denk ik wel het muziek maken het allerleukste. En waarom? Nou, ik vond het heel leuk om gewoon lekker te drummen en lekker los te gaan. En wat gaat het worden? Daar ga ik nog even goed over nadenken, maar bedankt voor de rondleiding.